vandaag met Merente. En we gaan een video opnemen over... Wie zou het eerst doen? Dus bijvoorbeeld, wie zou het eerst uit een vliegtuig springen? Nou, en dan hebben wij een bordje en dan zou ik zeggen Merente. En jij zou zeggen Kelly. Oké, laten we beginnen. De eerste vraag. Wie zou eerder met iemand gaan om zijn geld? Sowieso jij. Ja. Oké. Dan ben je erg. Oké, wie zou eerder huilen in het vliegtuig als er turbulentie is? Sowieso ik. Ik ben echt bang. Ja, ik vind... te plassen in een vliegtuig. Echt niet? Oh, nou, ik vond het eerst ook wel een beetje raar om op te staan. Maar niet omdat ik bang ben dat ik dood ga of zo, maar gewoon, ja. Nee. Hoezo sta je op in een vliegtuig? Dat is gewoon raar. Oké, okay. Next question. Wie zou eerder naar buiten gaan zonder je haar te hebben gedaan? Ja. Jij bent gewoon wat meer... Verzorgd? Ja, nee, ijverig of zo, hoe zeg je dat? Dat weet ik veel. Je denkt gewoon iets meer aan je uiterlijk dan ik, denk ik. Dat denk ik ook. Oké. Wie zou eerder emigreren naar Bali of Thailand? Ja, ik denk allebei wel, maar daarom kies ik mezelf, want ik zou dat echt wel doen. Ik ook, weg uit Nederland doen. Ja. Dus, nou, eigenlijk allebei. Oké, wie zou eerder met een crimineel trouwen? We zijn het wel eens met elkaar. Oké, voor de duidelijkheid, wij kennen elkaar misschien 2 maanden, niet eens. Maar het gaat vrij goed. Wie zou eerder diva-trekjes krijgen of al hebben? Ja, dit was echt meer voor jou. Zelfs Merel die knikt ja. Ja, zelfs de cameravrouw knikt ja. Even een duimpje voor Merel die ons filmt. Oké, wie zou het eerst topless op het strand gaan liggen? Nee, echt niet hoor. Ik echt niet hoor. Nee. Oh, ik. Wat een. Nee. Gewoon niet. Oké, wie zou het eerst trouwen? Ik wil niet trouwen. Ja, ik wel. Alleen al voor de jurk. Ja, juist daarom wil ik het niet. Al dat feest, al dat geld doe je. Je moet eerst een rijke man hebben. Nou, dat ga ik dus eerst fixen en dan ga ik trouwen. Oké, wie zou het eerst iemand pesten? Nee, ik zou echt het niemand is meer durven plagen. Te ja. Nee, het is ook niet pesten. Ik ben ook altijd gepest. Dus het is meer plagen. Ja, maar jij zou het wel eerder doen ik dan zou het ik. Eerder doen dan jij, ja. Maar niet echt. Ik zou het niet echt doen. Oké. Wie zou het eerst een levende insect eten? Ja. Alleen als ik naar Expeditie Robinson ga. Nee, alsjeblieft. Nee, zeker niet, jongen. Ik heb al moeite met nasi en macaroni, wat ik al niet eet. Moet je nagaan een levende insect? Ja, je hebt wel gelijk. Oké, wie zou eerder de telefoon van je partner checken om de liefdesberichtjes met een ander? Nee, ik ben echt zo'n jaloerse bitch. Nee, ik ben echt totaal niet jaloers. Ik ook niet. Oké, dat is wel goed. Oké, wie zou het eerst vreemd gaan? Nee! Ik wist het zelf ook niet, maar nee, ik zou nooit vreemd gaan. Ja, maar ik ook niet. Oké, wie zou het eerst een bekende YouTuber worden? want ik ben de enige die YouTube filmpjes maakt. Ja, echt zo. Oké, wie zou het eerst verliefd worden op een leraar? Niet naar mij kijken. Je moet wel zeggen wat je zelf denkt. Niet kijken wat er op mijn achterkant staat. Beide? Nee, ik zou nooit op een leraar. Maar als hij je leeft... Tenzij het James Tatum is, of ja, meer weet. Ja, dan zou ik je echt wel mee gaan hoor. Althans, die komt niet hier in Nederland, dus nee, jij. Oké. Wie is in staat de wereld te redden? Ik ook niemand. Niet. Niemand. Oké, wie zet zichzelf het snelst voor gek? Ja, dat zijn wij allebei. Ja, dat zijn allebei. We allebei. Ja. Dat kunnen wij heel goed. Vooral samen. Wie zou eerder tatoeages of piercings nemen? Ja, jij tatoeages en ik piercings, want ik heb wel gewoon een navelpiercing. Maar... Ik heb dat ook. Ja, wacht. Jij hebt veel meer, dus ja. Ik heb 8 piercings en 10 tattoos. Oké,
Wat wil jij? Eerst mijn rente en dan volg ik. Oké, wie zou eerder wonen in een huis vol rommel? Ik denk allebei. Nee, ik ben wel heel erg netjes, maar mijn kamer is nooit netjes. Maar mijn huis moet wel netjes. Dus dan denk ik. Ja, ik heb zeg maar op een gegeven moment is te veel rommel en dan ga ik opruimen. Maar het kan redelijk rommel zijn voordat ik daar naar kom, zeg maar. Mijn huis moet netjes, mijn kamer niet. Ja, mijn huis ook, maar pas als ik een schoonmaakster heb. Doe maar nu. Wie zou het eerst in slaap vallen in de klas? Definitely me. Ja, sowieso jij. Het is maar een paar keer overkomen. Dus sowieso jij. Ja. Wie zou het eerst met de politie in aanraking komen? Ook al gehad. Ik wil dit verhaal horen. Nee, het is niet zo spectaculair. Oh, oké. Jammer. Wie zou het eerst naar huis gaan tijdens een vakantie wegens heimwee? Ik ben het sowieso niet, daarom doe ik jou. Ik heb ook geen heimwee, maar als ik iets echt niet leuk vind, dan wil ik heel graag naar huis. Had ik ook vorig jaar mijn stage. Ja, ik heb totaal niet geen heimwee, want ik heb gescheiden ouders al echt super lang. Ik ook. Maar daardoor, zeg maar, ook met vakanties was ik 4 weken daar, 4 weken daar. Nergens last van gehad, ben al 6 weken zonder ouders weg geweest. Ja, ik heb gewoon totaal geen heimwee. Nee, maar dan heb ik er ook geen last van, maar echt zoals puur op mijn stage. Ja. Aan het eind was het gewoon echt zo kut dat ik gewoon naar huis wilde. Ja. Ik heb gewoon liggen huilen in mijn bed. Ik heel erg vaak. Okay. Wie zou het eerst een crashdieet volgen? Wat is een crashdieet? Nou ja, sowieso, ja, want jij bent bezig met dieets en alles voor YouTube, et cetera. En ik hou me alleen maar bezig met eten. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Wie zou sneller worden ontslagen op zo'n werk? Ik heb al 15 banen gehad. Ik ben al 20. Wat was je langste periode? Ik werk nu al een jaar bij de Action. Ik heb een jaar bij de Mac gewerkt. Ik werd niet eens bij de Mac aangenomen. Oh ja, ik werd ontslagen door mijn piercings. Nou, ik moest ontslag nemen. Maar had je die daarvoor dan niet? Die piercings? Ja, die had ik al. Maar ik had altijd mijn haar zo naar achter. Oh, en dan zagen ze het niet. Zag. Maar ja, toen kreeg ik mijn tongpiercing en toen... ja, de lul. Wie zal eigen baas worden later? Als jullie even op mijn Insta kijken, weten jullie waarom. Nee, niks voor mij. Ik doe wel gewoon wat me gevraagd wordt. Nou, ik wil gewoon geld verdienen. Ja, ik ook. Maar niet een normaal geld verdienen van een 9 tot 5 baan. Ik wil gewoon reizen terwijl ik daar kan werken. Gewoon simpelweg. Ik wil gewoon geld. En eten. Oké. Okay. Je op zoek ging naar een man die rijk was? Ja, maar die ga ik waarschijnlijk niet vinden. Dus dan moet ik het toch zelf doen. Oké, wie zou eerder naakt gaan zwemmen in de zee? Ik wilde jou zeggen. Ja, en ik zeg jou. Ik denk dat we het samen een keer moeten gaan doen. Ja, dat denk ik ook. In een dronken buik. Ja. Maar wel in Spanje. We gaan het in Spanje doen. We gaan gewoon aangeven dat we samen stage willen lopen op een park. Wie zou eerder schade rijden met een auto? Ik heb geen auto, maar ik denk dat ik het wel ben. Nou ja, kijk, ik heb wel schade gereden. Ik ben echt een kluns. Mijn eerste dag van mijn rijbewijs heb ik mijn moeders zijkant van de auto helemaal gesloopt. Oké, daar zijn we het allebei, want ik ben ook echt wel kluns. Ik zie het mij ook wel doen. Wat een gezeik. We filmen op school vandaar, al die kutherrie. Oké, nog even. Dit staat op beeld. Ik zei het nog zo zacht mogelijk. Oké, laatste vraag. Wie zou het eerst een slok drinken uitproesten van het lachen? Sowieso jij, want jij lacht alleen maar. Mij kan het ook wel overkomen, maar jou het meest. Eerst probeer ik het in te houden, maar dan gaat iedereen nog om me heen lachen. Ja, en dan gaat het gewoon helemaal jij fout. Jij lacht al alleen als wij lachen. Ik lach al als jullie me aankijken. Ja, of als iemand een scheet laat. Ja. Ik lach ook al. Nou, dit waren de vragen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer ook even op mijn kanaal, dat zou ik leuk vinden. Tot de volgende video. Doei!